Hartelijk welkom in deze Eucharistieviering. Vrede en genade voor u allen. We zijn hier samen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Beste kameraden, we zijn hier weer samen. Samen om de vriendschap te vieren. Want de mannen van het jaar, en dat is toch wel iets speciaals, hebben dat als grote kracht. Dit is een deel van hun leven. Maar voor ons christenen betekent die vriendschap ook een uitdaging om Jezus dichter bij mensen te brengen. Want leerling van Jezus zijn, dat doe je niet zomaar. Niet alleen maar met goede wil of goede bedoelingen. Nee, ons leven en ons gedrag moeten gedragen zijn door die opdracht van Christus zelf. Er zullen er onder jullie vandaag wel zijn waarom dat het altaar groen verlicht is. Dat heeft niks te maken dat groen in de coalitie is gekomen. Groen is de kleur van de hoop. Groen is ook de liturgische kleur waar dat wij vandaag in leven. Want wij willen, als we vriendschap willen zetten, doorzettingsvermogen, trouw en gerechtigheid beleven. Vragen we dan bij het begin van deze viering om Gods ontferming. Heer, Gij omgeeft ons steeds opnieuw met uw goedheid. Omdat wij ons daar te weinig bewust van zijn, Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, aan uw liefde voor mensen mogen wij gestalte geven. Omdat wij dat niet altijd doen, Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u. Christus, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, uw geest hebt gij voor altijd aan ons gegeven, omdat wij onvoldoende voor u openstaan. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. En mogen dan de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze fouten en tekorten vergeven en ons op weg zetten naar nieuw en eeuwig leven. Eer aan God in de heugen. Thank you.
En laten we dan bidden. God, Gij die naar mensen omziet, zend ons uw geest van wijsheid. En mogen ons de gezindheid en de kracht geven om de weg te volgen waarop Jezus ons is voorgegaan. Dat uw geest ook volop werkzaam mag zijn in onze wereld, ten bate van alle mensen, alle kinderen van u, God van tijd en eeuwigheid. Het zijn vandaag straffe lezingen. Dus lustert, monnikje goed. En dan zal ik er wel iets boven vertellen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Filemon. Dierbare, Paulus is het die u schrijft, een oud man, nu bovendien een gevangene van Christus Jezus. En mijn verzoek geldt het kind dat ik hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen. Ik bedoel Onesimus. Ik stuur hem terug naar u en met hem heel mijn liefde. Gaarne had ik hem hier gehouden als uw plaatsvervanger, om voor mij te zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar ik wil niets doen zonder uw instemming. Ik wil niets afdwingen. Uw goedheid moet zich spontaan kunnen uiten. Misschien is dat wel de reden waarom hij een tijd lang bij u is weggeweest. Dat je hem voorgoed terug zou krijgen. Nu niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf. Als een geliefde broeder. Dat is hij voor mij al helemaal. Hoeveel meer dan voor u, als mens en als christen. Als gij u dus met mij verbonden voelt, heet hem dan welkom, zoals gij het met mij zou doen. Dit was de lezing. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Los zij u, Christus. In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee. Hij keerde zich om en zei tot hen: als iemand naar mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters,
ja, zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien. Dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, als hij tegen een ander koning ten oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man het hoofd te bieden aan iemand die met 20.000 man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, in gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste kameraden, beste vrienden, de lezingen van vandaag zijn op zijn minst gezegd uitdagend. Je moet je vader en moeder, je vrouw, je kinderen, jezelf haten om mijn leerling te zijn. En ook de eerste lezing die we te horen hebben gekregen is eigenlijk iets dat niet vanzelf is. Want die Filemon, die had een knecht, een slaaf, Onesimus. En die slaaf is weggelopen en heeft bij Paulus toevlucht gezocht. En die stuurt hem terug. Terug naar zijn oude baas, zijn oude heer. Maar hij krijgt een brief mee. Beschouw hem niet langer als je slaaf, maar als je geliefde broeder. Als ik over die lezing nadenk, dan denk ik dat die Filemon, dat niet goed gevallen is. Uw slaaf die je kwijt bent geraakt, die weggelopen is, je krijgt hem terug en het moet uw broer worden. Het zal hem moeite gekost hebben om dat over zijn hart te krijgen. Want van slaaf naar broeder iemand herkennen is heel wat. En wij zijn eigenlijk ook zo. Mensen, wij dus, veranderen moeilijk van hun gedachten en hun doen. Wij zijn aan van alles gewend. Misschien soms wat te verwend met die gewone dingen die we doen. Je moet maar een keer kijken hoe dat je opstaat 's morgens. Ik ben ervan overtuigd dat je me dan elke dag krak hetzelfde doet. Misschien vandaag niet, omdat je wat vroeger hebt moeten opstaan. Maar eigenlijk zijn wij gewoonte. Beesten die gewoon het dagdagelijkse doen. En dan worden wij uitgedaagd om net zoals die Filemon onze ogen te openen. En zeker
op een dag zoals vandaag. Omdat we als jaartallen net zoals doen zoals Paulus dat van ons vraagt. Onze ogen openen en je geliefde broeder zien in de andere. En dat is niet evident. We vieren in Vlaanderen dit weekend en het volgend weekend de bevrijding. Is dat echt zo? Zijn we echt bevrijd geweest? Of zijn we nog altijd gebonden aan die misschien wel zoveel jaar geleden twisten van witte en zwarte, van collaborateurs en diegenen die in het verzet zaten? Het doorkruist nog altijd dorpen. Het doorkruist nog altijd families. Die spanningen. En als wij vandaag de mannen vieren van 69, ik vind het spijtig, je bent allemaal een jaar te laat geboren, want dan konden ze zeggen, ik ben van 68. En dat klinkt dan veel gewichtiger dan van 69 zijn. Ja. Maar dat betekent niks, want 69, heb ik geleerd, heeft ook veel andere betekenissen die misschien niet altijd hier in deze kerk moeten uitgelegd worden. '69 heeft ook iets van volmaaktheid. Want 69 is een jaar voor 70. En in de Bijbelse traditie is dan een jubeljaar. Dan worden alle schulden, alle tekorten, al wat verkeerd is gedaan, vergeven en mogen opnieuw beginnen. Dus misschien geldt dat voor jullie speciaal van 69, maar voor de kerk in het bijzonder, het geldt dat ook. Wij mogen elk jaar, als we hier de jaartallen vieren, eigenlijk opnieuw beginnen met onze vriendschap. En opnieuw de mensen in de ogen kijken en misschien moeten we tegen elkaar vandaag zeggen, ah wel, laten we opnieuw beginnen, kameraad. We zijn er voor elkaar. Ik zal vanaf vandaag proberen in u een geliefde broeder te zien. Of een geliefde zuster. Ik krijg heel dikwijls te horen van mensen die hier in Gasthuisberg liggen of in een andere kliniek. En die hebben niet straf voor gehad. Ga mijn leven verbeteren. Gaan dat allemaal niet meer doen, gelijk als vroeger. En dan zie ik ze 14 dagen later nog harder werken dan tevoren. Ik zou zeggen, doe dat niet. Leer te genieten. Geniet vandaag van het leven. Het leven en de liefde die u gegeven worden. En dan zal er vrede groeien naar het voorbeeld van God. Gerechtigheid. En nabijheid. Als je mij wilt volgen, zegt Jezus, dan moet je niet doen gelijk als een ander. Doe maar, en dat zijn mijn woorden dan, gelijk als de mannen van het jaar. Hou van elkaar. En ook al zijn we zo divers, wij zijn allemaal broeders en zusters. Amen. En laat ons nu maar recht staan om ons geloof uit te spreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van Gods en almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. God ziet ons allemaal graag. Vooral alle mensen van goede wil. En daarom willen wij bidden. Voor alle die deze dagen een nieuw school- of werkjaar zijn begonnen. Dat Gods zegen met hen mag zijn en hun inzet en inspanningen veel vrucht mag doen dragen. Laten we bidden. God onze Heer, we bidden u verheerd ons. Voor onze kerk, voor onze parochie en voor alle geloofsgemeenschappen. Dat wij als christenen ons geloof ernstig nemen en ons metterdaad inzetten voor de mensen om ons heen. Laten we bidden. God onze Heer, we bidden u verheerd ons. Bidden we ook voor alle die ontgoocheld zijn, voor wie het leven anders is gelopen dan ze gedroomd hadden, dat ze in zichzelf en anderen de kracht vinden om toch weer op weg te gaan. Laten we bidden. God onze Heer, we bidden u verheerd ons. Voor onze wereld en voor alle die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid. Dat er een einde komt aan het geweld dat mensen elkaar aandoen. En dat alle die erdoor getroffen zijn mogen rekenen op een brede solidariteit. Laten we bidden. God onze Heer, we bidden u verheer ons. Voor de zieken in ons midden en voor hen die wij in deze viering speciaal gedenken, in het bijzonder onze vrienden die ons sinds de festivaldag van verleden jaar ontvallen zijn. Van het jaartal 1921, René Mees. 1922, Albert Laforce. 1925, Maurice de Bontridder. 1927, Charles Lugil en Gerard Mannekes. De Marijnen van 1927 en 1930, José van Nerum. Van 1928, Jean de Witt. 1931, Felix Verrek. 1933 Maurice Neuhart, 1934 Georges Janssens, 1936 René van Rossum, 1937 Jomme van Weverenberg, 1937 Frans de Boer en Oscar Lardot, 1941 Guido Hendricks, 1942 Guillaume Wuits, 1943 Jean-Pierre Grietens, 1944 Georges Grootjans, 1946 Luc Pardon en 1947 Albert Ingelaren. Laten wij bidden. God onze Heer, we bidden u verheer ons. God, gij weet hoe broos wij zijn en hoe klein ons geloof. Luister dan naar ons bidden. Schenk ons uw geest. Maak mensen naar uw woord. Want dan kunnen we Jezus volgen, uw Zoon en onze Heer. De omhaling van vandaag is voor het kinderfonds Arthur de Wit. Het is voor ons een teken van solidariteit met de kinderen die het moeilijk hebben.
met de zwakkeren in onze maatschappij. Tast maar een keer goed in uw tas of in uw portemonnee, want wij hebben de jaartallen hebben het goed nodig. Een bid aan broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, rond brood en wijn vormen wij één gemeenschap die uw liefde wil gedenken. Wij vragen u, maak ons ontvankelijk voor uw goedheid, voor de gave van uw maaltijd. We vragen het u door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Is in ons wat zijn. Brengen we dank aan de Heer onze God. Hij is ons dankbaarheid waardig. Wij danken u, God onze Vader, voor het geschenk van het leven. Want nooit laat gij ons alleen. Wij staan u dag en nacht voor ogen. Eertijds hebt gij Israël, uw volk, door de onmetelijke woestijn geleid. Vandaag zijt gij ons nabij en schenkt gij ons uw Heilige Geest. Uw Zoon maakt wegen voor ons open. En vanuit dit aardse mogen we groeien naar uw eindeloze vreugde. Daarom effen wij met alle engelen en heiligen een loflied aan en wij zingen uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig ben hier, de God der hemelse macht.
God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat ze voor ons lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Want toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij brood in zijn handen genomen. Zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen ze gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij dankte u opnieuw, reikte hem over aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. En verkondigen we dan het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim ons liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Franciscus, aan onze bischop Jozef, en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzonder plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. En laten we dan samen recht staan om het gebed te bidden dat Jezus zelf ons geleerd heeft. Een gebed waardoor wij allemaal broeders en zusters van elkaar worden.
En dat betekent meer dan alleen maar woorden. En jullie mogen elkaar ook een hand geven. Als teken van die verbondenheid. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Toen Jezus met zijn leerlingen op stap was, dan leerde hij hun dit gebed. Maar hij leerde hun nog veel meer. Hij leerde dat wij mensen van vrede moeten worden. Mogen de vrede van God leven in jullie harten. De vrede van de Heer zij met u allen. En met uw geest. En geef elkaar een teken van die vrede. De vrede van de Heer zijn met u. De vrede van de Heer zijn met u. Zalig zijn wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
En laten we dan bidden. Getrouwe God, wij danken u voor de liefde waarmee gij ons omgeeft en die gij ons bij uitstek laat zien door Jezus uw Zoon. Doordring ons van uw liefde, dat we als geliefde broeders van Jezus mogen leven, ten dienste van de mensen rondom ons, nu en alle dagen, in deze tijd en voor eeuwigheid. Chef, het is aan u. En laten we dan recht staan voor Gods zegen. En na de zegen zingen we ook nog samen het Leuvenaarslied. De Heer zal bij u zijn. Mogen de barmhartige God ons zegenen, behoeden en bewaren. Mogen hij ons kracht geven te leven in gemeenschap met elkaar. Als kameraden van elkaar. Hij zegene ons daartoe in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En gaat dan in de vreugde van de Heer. En geeft die mannen van het jaar 69 maar eerst een flink applaus. Lang
het leven, er is van leven, ons leven spant de kroon. Tot leven, het is van leven, ons leven spant de kroon. Thank you.